En over net te voordoen, ik wil Dudolf natuurlijk niet corrigeren, maar ik ga dus toch iets verder terugkijken met regionale keringen dan jij net deed. Want voor een publiek als dit hoef ik dat natuurlijk niet uit te leggen, hè, dat grote delen van ons land zijn alleen maar bewoonbaar dankzij de bescherming tegen een overstroming, dankzij dijken. En in 1998, via de nood op de waterhuishouding, wordt al het belang van de regionale keringen daarbij benoemd. En ook in 1998 kwam er toen een richtlijn voor het normeren van of het vaststellen van de norm van regionale keringen. En is eigenlijk de hele aanpak in het systematisch kaderonderzoek, het COE-onderzoek, gerapporteerd in een toetsmethode. En dat rapport was er trouwens al eerder. Nou, en na 98 kwam dan de visie op de regionale keringen, kwam het ontwikkelingsprogramma. En al vrij snel kregen die een eigen instrumentarium. Maar als ik het wat cynisch zeg, dan is de aanpak van deze mooie kleurige boekjes allemaal nog gebaseerd op de aanpakken uit de jaren 90. Van de vorige eeuw, zeg ik daar dan al een beetje zo bij. Dus we doen het ondertussen al 25 jaar met toch de filosofie uit de jaren 90, zeg maar. Nou, inmiddels is er voor de primaire keringen de overstap gemaakt naar de overstromingskansbenadering. En eigenlijk startte er een beetje daarmee de discussie ook van wat moeten we met de regionale keringen gaan doen. Nou, het begon aanvankelijk met welke rol hebben de regionale keringen binnen die primaire veiligheid. Toen is er een keer gekeken, ondermijnt die veiligheid van het regionale watersysteem het leer, het lokaal individueel risico. En uiteindelijk kwam daar die brede discussie, moeten we voor de regionale keringen ook overstappen op de overstromingskansbenadering. Nou, er zijn een aantal kleine verkenningen gedaan. Er zijn in 2020 drie serieuze pilots gedaan. En in Zwolle, Albaswaard, Vijfheerenlanden en de Heerhugowaard. En er zijn wel een aantal voordelen benoemd van de overstromingskansbenadering. Je loopt dan synchroon met de normeringen van de andere vormen van wateroverlast, vanuit de oppervlaktewaterinundatie of rioleringen. Je loopt ook gelijk met de aanpak voor de primaire kering. Nou, dat is evident, maar dat heeft als voordeel ook dat je qua kennisontwikkeling natuurlijk kunt meeliften met wat daar wordt ontwikkeld. Ook met het instrumentarium en met software zie je natuurlijk dat het steeds meer geënt wordt op de primaire aanpak. En straks moet je dan voor regionaal een eigen aanpak gaan ontwikkelen. Maar toch ook aan de andere kant heb ik in al die verkenningen niet een keihard technisch argument gelezen voor ofwel het behoud van de overschrijdingskans, nog voor de overstap op de overstromingskans. Er is niet aangetoond dat je een veel betrouwbaarder beeld krijgt van de veiligheid en dat je daarmee veel betere beslissingen gaat maken met waar investeer ik hoeveel geld in waterkeringen. En je kunt ook zeggen dat die huidige aanpak is helemaal niet zo slecht. In de zin dat dijkdoorbraken vinden niet zo heel vaak plaats. En net af en toe eentje waardoor je zegt, nou, dat past een beetje bij het niveau wat we nastreven. Aan de andere kant kun je zeggen, misschien is het ook wel iets te conservatief, de huidige aanpak. En geven we te veel geld uit aan de regionale keringen. Nou, in al die discussies zijn een aantal verbeterpunten gedefinieerd. En een vijftal daarvan hebben we geselecteerd om in weer een ronde met de pilots te gaan uitwerken. Onderzoeksvragen binnen die pilots waren vooral eerst de gevolgen die je beschouwt bij het normeren, om die te uniformeren. Je zag dat in het land dat toch wel ontwisselend werd gekeken naar welke gevolgen je wel en niet meeneemt. Dus de vraag was van, uniformeer dat. Er was ook de vraag van, kun je rekening houden met maatregelen om de gevolgen te beperken? Door bijvoorbeeld te compartimenteren, ingrepen in je watersysteem of anderzijds in het overstroomde gebied zelf. En hoe durf je daar dan rekening mee te gaan houden? Was ook een vraag van, kunnen eisen uit medegebruik maatgevend zijn? En zou je die moeten meenemen in de veiligheidsnorm? En een belangrijke vraag uiteraard, op welke wijze kun je vervolgens aantonen of toetsen dat de kering inderdaad aan de norm voldoet binnen de context van een overstromingskansbenadering? En tenslotte een vraag, kun je beter rekening houden met de kosten van dijkversterkingen? En ook dat is wel een belangrijke vraag. Nou, in 2021 hebben we daar 4 pilots mee uitgevoerd. 2 in landelijk gebied, 2 in stedelijk gebied. 2 daarvan zaten in Laag Nederland, in een boezemstelsel, zeg maar. En 2 daarvan waren langs regionale rivieren. Dus hadden precies die combinaties leiden tot 4 verschillende pilots. Nou, die pilots worden vanmiddag in een aantal workshops verder toegelicht. Ook inhoudelijk. En ik ga nu wat meer op een paar algemene bevindingen in. Dus dat is minder hardcore dan misschien aangekondigd was net. Allereerst over die gevolgen. Het was eigenlijk in Wilnis destijds al goed om te zien dat de gevolgen van de overstroming beperken zich niet zozeer alleen maar tot het overstroomde gebied zelf.
Je zag er aan de buitentaluuts ook heel veel schade. En je kunt daar zeggen dat juist bij een regionale kering is het overstroomde gebied vaak wat klein en is het gebied daarbuiten wat invloed ondervindt relatief wat groter. Dus het is belangrijk om ook daar oog voor te hebben. Nou, het voorstel is om nadrukkelijk gevolgen te gaan beschouwen, niet alleen in het overstroomde gebied, maar dus ook in die andere gebieden die worden beïnvloed. En zeker ook gevolgen voor het watersysteem zelf. Dus die schade aan die buitentaluuts, die noemde ik al. Maar ook stremmingen van de scheepvaart kunnen belangrijke consequenties zijn van een overstroming. Dat is vooral voor Rijkswaterstaatkanalen nog wel eens een belangrijke functie. En ook de wateraanvoer- en afvoerfunctie van het water is een belangrijke functie die ook nadelen kan ondervinden van een overstroming. Nou, we hebben ook geconstateerd dat je niet alleen naar schade moet kijken, maar ook naar slachtoffers. Of misschien getroffenen als een soort regionale equivalent van slachtoffers. We zagen ook in één pilot dat er ook slachtoffers kunnen vallen. Een fors aantal. Nou, dat is allemaal uitgerekend met kentallen die zijn gebaseerd op de primaire keringen. Van evacuatiefracties, et cetera. En je kunt je afvragen of die fracties of die kentallen wel passen bij een regionaal schaalniveau. Dus de consequentie van de wens om naar slachtoffers te kijken houdt wel in dat je wel een paar van dat soort kentallen zult moeten gaan vertalen naar een regionale omvang. En we hebben ook gezegd dat je niet alle gevolgen moet proberen uit te drukken in euro's. Dat is economisch hartstikke leuke sommetjes waarschijnlijk, maar soms volstaat het om gewoon kwalitatief een lijstje te maken met wat zijn de consequenties. Hè. In een van de pijlers raakte een viaduct onder een snelweg geblokkeerd. Ja, ga je dan uitrekenen hoeveel uren het aan mensen kost en ga je dat allemaal verdisconteren in euro's? Of zeg je, nou, dat is gewoon jammer, er is een snelweg zoveel dagen geblokkeerd. En neem je dat mee in een lijstje meer kwalitatieve gevolgen. En zo'n lijstje kun je dan natuurlijk nog steeds prima meewegen bij het komen tot je normering. Want wat we gewoon wel graag willen behouden is dat uiteindelijk is die keuze van een norm gewoon een bestuurlijke keuze. En is die relatie met de gevolgen vooral een technische onderbouwing van de keuze die je bestuurlijk moet gaan maken. En dat op zich kan het ook dat je een aantal gevolgen gewoon kwalitatief blijft beschouwen. Dus als resultaat hebben we een soort menukaart gemaakt met allemaal gevolgen in welke gebieden et cetera je aan kunt denken. En het is dan niet zozeer een verplicht dat je het allemaal moet gaan aanvinken, maar het is meer iets, de gevolgen waar je aandacht aan kunt gaan geven en je voordeel mee kunt doen. Nou, wat we ook zagen tijdens die pijs is dat er wel een soort spanningsveld ontstaat van hoe grof wil je het doen en hoeveel detailniveau is er vereist. Aan de ene zijde wil je het graag heel grof doen. Het is een enorme opgave om dat voor al die regionale keringen gedetailleerde sommetjes te gaan zitten maken. En aan de andere kant zie je juist dat het soms om hele kleine waterdieptes gaat. En hele kleine verschillen in maaiveldniveaus of de aanwezigheid van verhoogde weglichamen kunnen het overstromingspatroon al beïnvloeden. En dat zou er om een heel hoog detailniveau vragen. Nou, de balans daarin hebben we nog niet gevonden. Maar het is wel belangrijk om wel oog voor te hebben van hoe verhoudt zich het detailniveau van je berekeningen en de nauwkeurigheid die je die kunt uitvoeren en eventuele toevalligheden, hoe verhouden die zich tot wat je uiteindelijk dan tot norm maakt. We zagen in één pijl ook de kans op een paar slachtoffers en dan zeg je ja, een paar slachtoffers. Er kan iemand een hartaanval krijgen van de stress, er kan iemand misschien toch nog zijn stereo proberen te willen gaan redden. Ja, als je er 3-4 slachtoffers uitrekent, hoe representatief is dat om daar nou keihard in je normstelling mee te gaan rekening houden. Je zou daar een soort ondergrens van willen hebben. En wat vind je significant? Nou, dat wordt een lastige discussie. Die hadden we in de pilot al. Er was toen net sprake van een heel groot auto-ongeluk ergens in het land waarbij 4 slachtoffers vielen. Zei, ja, als dat iets lokaals is, wanneer vind je dat dan regionaal? Bij een overstroming wel een significant aantal slachtoffers. Nou, daar hebben we ons nog even verder van gehouden van die discussie. Maar wel gezegd, als consequentie, stel je zou verplicht naar slachtoffers willen gaan kijken, dan moet er eigenlijk wel een soort criterium komen van vanaf wanneer vind je dat significant. Want het model rekent het wel uit en dan kun je het 1,8 slachtoffer krijgen of zoiets. Nou, de vraag is wat je daar voor waarde aan moet hechten. Wat we ook hebben gezegd, die verplichting om naar slachtoffers te kijken, dat moet ook niet leiden doordat je overal overstromingsberekeningen moet gaan maken. Je zou willen filteren met een aantal standaard criteria. Kun je überhaupt slachtoffers verwachten? Zo nee, kun je nog steeds op een eenvoudige manier. Desnoods probeer je het toetspel te projecteren in het gebied. Heb je daarmee een redelijk beeld, is het nog steeds klaar wat dat dan gaat. En alleen bij gebleken noodzaak zou je dan moeten gaan verfijnen. Ik merk dat ik één sheet ben vergeten te laten zien.
Dit was dat verhaal van en waar moet je allemaal kijken naar de gevolgen. Hè? Dus in het overstroomde gebied A, B het gebied daarbuiten en C in het watersysteem. Nou, wat we wel een voordeel vonden van die overstromingsberekening is dat die een heel mooi beeld geven van hoe verloopt nou precies de overstroming. Dit is een plaatje uit een van de pijlers en je ziet gewoon in de tijd hoe de, aan de onderkant hoe de overstroming verloopt. En je ziet dat hij er soms over drempeltjes heen gaat en dan een nieuw gebied overstroomt. En je ziet ook dan de ontwikkeling van de schade in de tijd. En stel dat je denkt dat het je lukt om binnen een bepaalde tijd te compartimenteren, dan zou je ook nu kunnen zien, is dat nog significant, hè? En kun je daarmee de vereiste norm beperken. En dit geeft ook hele waardevolle informatie om te kunnen beslissen, denk je dat het haalbaar is om dat soort maatregelen te gaan beperken. Dus lukt het me om bijvoorbeeld hiermee in het overstromende gebied te compartimenteren, of om bressen te dichten, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval, met die sommetjes kun je heel goed zien hoeveel tijd heb je daar dan voor. En we zagen in de pijlers daar wel wat verschillen in. Hè. Bij één pijler was het een kwestie van het dichten van een aantal duikers om te voorkomen dat een volgend compartiment overstroomt. Nou, dat lijkt een kansrijke noodmaatregel. In de andere pijlers moest je binnen een paar uur een enorme dijk van zandzakken hebben gebouwd over een grote lengte om te voorkomen dat het naar een volgend compartiment kon doorstromen. Nou, dat lijkt ons een stuk minder kansrijk. Maar in ieder geval is wel geconstateerd dat met dit soort berekeningen en allerlei kentallen die in die wiki je noodmaatregelen staan, je best kunt kwantificeren of je denkt dat een noodmaatregel haalbaar is. En het idee is dan ook om dat toe te staan, dat je noodmaatregelen zou moeten mogen meenemen in je gevolgbepaling en dus ook in je norm. En dat je daar een soort, als onderbouwing een verantwoording moet gaan afleggen. Een soort verantwoordingsplicht. En niet altijd tegen gedetailleerd betrouwbaarheidssommen gaan maken. Want dan wordt het wel wat complexer van. En ik kom zo nog even terug op wat dan het belang zou kunnen zijn van het mogen meenemen van noodmaatregelen. Maar nog een ander puntje. Dat we in die pijlersommen en vooral die overstromingsberekeningen ook konden zien waar kansen zijn voor meer permanente ingrepen. Er was in één pijler een viaduct, wat ik al zei, dat overstroomde. En dat kwam eigenlijk omdat een soort dijkje vlak langs dat viaduct nog geen halve meter te laag was. Ja, als je dat dan ziet gebeuren, dan kun je ook denken, hoog dat dijkje een beetje op. En daarmee voorkom je ook die overstroming. En dan doe je dus in de andere lagen van de veiligheid, grijp je in. Heb je een enorme reductie van de gevolgen. En ook dat soort inzichten komen mooi uit die overstromingsberekeningen. Maar goed, dat is evident misschien om aan jullie te vertellen. Ja, dan is natuurlijk de volgende vraag, en ik had mijn sheet al aangeklikt. Wat mag die beveiliging tegen de overstromingen nou eigenlijk kosten? Want nu in die IPO-tabel die al gepresenteerd is, daar zit gewoon een vertaling van de gevolgen in een norm op basis van het geaccepteerd maatschappelijke schaderisico. In de oorspronkelijke tabel was dat 200.000 Nederlandse guldens per jaar als geaccepteerd risico. Hij is recent geïndexeerd. Ik ben vergeten om het nog even heel snel uit te rekenen wat nu de breakdown is. Die is ongetwijfeld aangepast, maar in ieder geval, daar zit een geaccepteerd schaderisico achter. En dat schaderisico, dat is eigenlijk, voor heel Nederland is dat één vaste tabel. Het is ongeacht hoeveel geld het kost om zo'n dijk te gaan versterken aan de norm, of om die dijk te moeten gaan onderhouden aan een bepaalde norm. Nou, we hebben pilots ook gekeken naar de kosten-baatanalyses en we hebben een soort economisch optimale toetsnorm vastgesteld, waarbij je zegt, ik heb alleen maar mijn onderhoudskosten, weeg ik daarin mee. En ook gekeken van als je gaat versterken, wat zou dan de optimale versterkingsnorm zijn. En je ziet dat vooral in Laag-Nederland, waar al toen constant sprake is van maaiveldaling en verzettingen van de dijk, dat die onderhoudskosten eigenlijk heel hoog zijn. En de kosten om een dijk te versterken aan een hogere norm, die zijn niet zo heel veel extra, omdat ook de vereiste dimensies van de dijk niet zo heel veel schelen. Nou, we hebben in de pilots ook allemaal kosten-baatanalyses gemaakt. En dan zie je hier het verschil tussen wat dan de optimale toetsnorm zou zijn. Nou, 1/280ste weet ik. En wat je dan als je gaat kijken, als je dan toch gaat versterken, doe het dan. Hè, een groefje maakt die kosten toch al. Dan ga je naar eens in de 700 jaar als norm. En eigenlijk heb ik wel gezegd, zou je wat meer rekening willen gaan houden in je normeringen ook met dit verschil. En dat je toch wat meer zou moeten mogen differentiëren tussen een scherpe norm waarop je toetst en waarmee je een versterking zo lang mogelijk uitstelt, hè, mits verantwoord. En op het moment dat je dan toch gaat versterken, dat je dan zegt, dan is het eigenlijk heel weinig extra geld om heel veel robuustheid aan te leggen. En dat je dan naar zo'n versterkingsnorm gaat.
Het is allemaal niet nieuw. Ook in de IPO-richtlijn wordt dit al genoemd. Hè. Die normen waren bedoeld als afkeurgrenzen. En er wordt ook gezegd, als je gaat versterken, ik ga dan voor een economisch optimum. Maar we zien dat in de praktijk heel weinig toegepast. Maar je ziet wel dat daar een groot verschil kan zijn. Dus daar willen we wat meer aandacht voor vragen. En wat dan helemaal interessant wordt, is het volgende plaatje. Dit is weer die economisch optimale ontwerpnorm. En we vervolgens gezegd, als je dat soort sommetjes naar maakt en je kijkt naar een bandbreedte van 10% in de nauwkeurigheid, en gegeven die hele vlakke verloop van die curve, zie je dat er een hele brede range aan een acceptabele norm zou gaan ontstaan. En eigenlijk zeg je, als je dan toch gaat versterken, ja, doe het dan zo robuust als dat je eenvoudig, CQ goedkoop mogelijk kunt realiseren. Want ja, je kunt een hele geavanceerde sommen naar maken, maar er ontstaat gewoon een hele brede range aan die norm. En dan zou je zeggen, over waar dat kan, doen we het dan gewoon robuust. En we hebben ook een paar gezien, daar was er wat ruimtegebrek, dan moet er een damwand komen. Ja, dan zie je natuurlijk een hele duidelijke knik in deze curve. Dan is het een heel ander verhaal. Maar robuust waar het eenvoudig kan, zou dan wel het pleidooi een beetje zijn. Dat één waarschuwing. Recent is Stefan Rickert gepromoveerd aan de TU. En die waarschuwt natuurlijk wel voor systeemingrepen. Op het moment dat er een dijk doorbreekt, is de dreiging voor alle andere dijken weg. Dat kun je heel gunstig uitleggen voor de veiligheid voor alle andere dijken. Ja, als je al die dijkjes waar heel veel ruimte is te robuust gaat aanleggen, dan kan het water dus hoger doorstijgen. Mis je dat ventielfunctie, die niet helemaal zo bedoeld is, maar wel zo fungeert. En dan maak je eigenlijk het voor de rest van het gebied onveiliger. Dus er is wel het aandachtspunt, ga niet alle onbelangrijke dijken heel robuust versterken en laat het stedelijk gebied daardoor onnodig gevaren brengen. We hebben in een van de pijlers ook gekeken of je dan een dijk zo zou kunnen ontwerpen dat hij op de hoogte voldoet aan de lagere norm en qua stabiliteit daar wel stabiel bij blijft. Dus dat je alleen maar overlopen hebt, dan ben je wel, heeft hij nog steeds wel die ventielfunctie, maar heb je niet die doorbraak die gevolgen die horen bij een echte doorbraak. En dat geeft een aanmerkelijk verschil ook in de consequenties van overstroming, maar dat zal evident zijn. Dan hadden we ook nog gekeken naar medegebruik. Nou, we hebben geconstateerd dat medegebruik, de eisen daarvan kunnen maatgevend zijn voor de dimensies van een kering. We hebben alleen ook gezegd dat eigenlijk niet leidend zou moeten zijn voor het normeren van keringen. En op het moment dat een keer maatgevend is, ja, dan is het gewoon aan de waterkeringbeheerder en de leidingexploitant om daar samen uit te komen. Maar het zou niet zo moeten zijn dat eisen aan medegebruik leiden tot invloed hebben op onze norm. Zoals je omgekeerd ook geen garanties kunt ontlenen aan het feit dat er een gasleiding in je dijk ligt, dat die dus wel voldoende stabiel zal zijn. Zo werkt het ook niet. Dus we hebben gezegd, dat moet je eigenlijk gewoon los van elkaar houden. Als ik nou het hele normeerde gedeelte een beetje samenvat van wat zijn dan de voorlopige beelden. Dit zijn ook dit is lang niet het advies, maar dat zijn nu een beetje de technische beelden. Dus we hebben een menukaart gemaakt om een duidelijk overzicht te hebben van welke gevolgen zou je allemaal moeten beschouwen in welke gebieden. En druk je dat uit in euro's of mag dat ook kwalitatief? Toch aandacht vragen ook voor slachtoffers en getroffenen. Waarbij we nog een modus zoeken naar dat je niet voor elk klein gebiedje complexe overstromingsberekeningen moet maken, maar met een soort filter heel snel kunt inschatten, kan het significant zijn of niet. We denken dat je rekening zou moeten mogen houden met het nemen van noodmaatregelen en dat we daar de betrouwbaarheid van aantonen, meer in een soort verantwoordingsplicht zien dan dat je daar hele betrouwbaarheidssluitingsachtige protocollen voor gaat maken. Geen rekening houden met medegebruik of in ieder geval de eisen daar niet aan. En dat we omwille van die uniformiteit het wel chic vinden om die link tussen de gevolgen en de norm te houden conform die IPO-tabel zoals die er nu is. En niet voor elke polder een eigen disconto-voet gaan zitten uitrekenen om te kijken wat dan de optimale norm is. Maar we hebben wel gezien gegeven die grote range aan kosten die we zagen tussen het onderhouden of het versterken van een kering in het ene gebied en het andere gebied. Dat je je wel kunt afvragen of één tabel voor heel Nederland en alle type regionale keringen in heel Nederland met alle ondergronden daarbij en alle landgebruiksvormen daarachter. Of één tabel genoeg is of dat je daarin zou moeten gaan differentiëren naar tenminste landelijk en stedelijk of misschien zelfs bebouwd en of een stevige grondslag en een wat slappere grondslag. Maar goed, dat is allemaal nog voor discussie. En we willen meer aandacht vragen voor het onderscheid tussen het zien van de toetsnorm als een echte afkeurgrens en als je gaat versterken dat je opnieuw naar de norm gaat kijken. En dan kun je ook misschien
dat dat de plek is om ruimtelijke ontwikkelingen mee te nemen. Dat je dan natuurlijk veel meer naar een soort pijldatum in de verdere toekomst gaat kijken. In plaats van waar de toetsen toch altijd erg een pijldatum wat meer in de nabije tijd ligt. En nogmaals, dat alles allemaal als technische onderbouwing voor uiteindelijk een bestuurlijke keuze over wat de norm dan zou moeten zijn. Goed, en als je dat allemaal hebt gedaan, hè, dan weet je hoe veilig het zou moeten zijn. En dan wordt de belangrijke volgende vraag van hoe toon je nou aan dat de dijken daadwerkelijk ook zo veilig zijn. En dat is best complex. We hebben in de pilot verschillende toetsmethoden uitgeprobeerd. Niet in alle pilots alle methodes, maar we hebben gekeken in welke pilot leent zich het beste qua hoe flauw zijn de dijken of hoe groot is het belang. Naar verschillende van deze methoden toegepast. En we hebben er ook bij gestreefd om de oude toetsresultaten zoveel mogelijk te hergebruiken. Dat het niet allemaal investeringen zijn geweest die waardeloos zijn, maar dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van die resultaten. Ofwel door te weten, ik begin bij de zwakste, of ik kan de oorspronkelijk goedgekeurde opnieuw goedkeuren. Dus daar hebben we wel een beetje mee geworsteld. Want daar speelt wel een fundamenteel verschil tussen de overschrijdingskans en de overstromingskans. Je kunt zeggen, in de huidige aanpak van de normeringen heb je die eisen aan dat gebied. En die vertaal je uiteindelijk per faalmechanisme en faalkansverdeling aan eisen aan een doorsnede. En we hebben in de huidige aanpak passen we de dijkvakbenadering toe, dus verwaarlozen het lengte-effect. Dus we vertalen die norm in een eis aan de kering en dan zeggen we deze doorsnede voldoet wel of niet. En dat vinden we dan representatief voor dat vak waar dat profiel representatief voor is. Terwijl we eigenlijk zeggen, als je echt naar een overstromingskans wil gaan kijken, dan zou je per doorsnede, per faalmechanisme moeten gaan kijken, wat is de kans dat het hier faalt? En vervolgens moet je dan al die kansen combineren tot een oordeel van de faalkans op vakniveau, trajectniveau en dan kijken, vergelijken. Heeft het gebied die bescherming die we vanuit de normering dachten die het zou moeten hebben? Nou, voor het hergebruiken van de oude toetsresultaten moeten we die twee benaderingen aan elkaar knopen. En dat is toch nog wel een aandachtspunt, omdat je van de ene route eigenlijk gebruik maakt van een vaste faalkansverdeling. En we juist zeggen, als je het heel zuiver wil doen en niet te veel conservatisme wil hebben, moet je echt bottom-up gaan oprekenen. Wat is de faalkans per mechanisme, per doorsnede? En combineer het allemaal maar naar gebiedsniveau. Wat ik al zei, hè, dat aan elkaar knopen van die aanpakken, dat vraagt nog wel wat aandacht. Een belangrijke consequentie kan zijn dat we de hele set veiligheidsfactoren moeten gaan herbeschouwen. En misschien is dat niet eens zo heel slecht gegeven dat die ook al heel langzaam zijn geëvolueerd. En wat er nu staat is niet slecht, maar er zijn wel een paar reparaties denkbaar. Dus misschien is het moment om dat er helemaal integraal te gaan herbeschouwen. En dat brengt me een beetje bij het punt over het proces. Zitten we in de fase dat we de bevindingen van die 7 pilots aan het integreren zijn om te komen tot zo'n een voldragen eerste advies. En we zien al dat voor een deel het inschatten van hoe sterk vinden we nou een bepaald punt of hoeveel belang hechten we daaraan, dat het een beetje afhangt van hoe je dan daar een methode mee gaat invullen. Heel concreet wat ik al noemde, dat kijken naar die slachtoffers. Ja, als je zegt dat vinden we dat verplicht moet. En dat betekent dat je voor elk poldertje overstromingsberekeningen moet gaan maken. Dus, dat is nog wel even een consequentie. Als je zegt ja, maar als je daar nou een soort filter bij bedenkt, dan is die consequentie veel minder groot. Dus dan zeg met dat filter valt het wel mee. Dus zo zijn we nu bezig ook met de consequenties alvast te gaan beschouwen. En we willen dan kijken van wat dan de methode zou kunnen worden, dat we dat verwerken in een voorbeeld, willen we deze zomer gaan doen en dat we dan dit najaar naar een soort advies kunnen gaan komen. En dan ga ik inderdaad afsluiten, Ludolf, dus ik hoop dat dat een geruststelling voor je is. Nee, want even laten, dus de hele focus is nu steeds op wateroverlast of overstromingen vanuit het regionale systeem. Dat is net ook al een paar keer genoemd. Er zijn meer vormen van wateroverlast denkbaar. En binnen STOA loopt er nu een studie naar een soort integrale analyse van de veiligheid tegen wateroverlast. En dan, die loopt heel dit jaar, denk ik. Ik ben er zijdelings bij betrokken. En die zal ergens dit jaar ook leiden tot een meer integrale visie op wateroverlast, genormeerd vanuit het gebied. En dan zal de bijdrage vanuit een overstroming van een regionale kering één van de oorzaken zijn en misschien moeten meedelen in de totale kans dat je wateroverlast toestaat. Nou, dat was het. Perfect.
geen idee van de tijd, maar goed op dat jij... Op een minuut af nauwkeurig, perfect. Hij heeft nog een halve presentatie over, maar voor de rest gaat het... Nee. Kijk. We noemen hem ook wel het orakel van Dirk. Nee. Dan weten jullie ook tegelijk waar hij vandaan komt, dus dat is ook wel makkelijk. In het mooie Noord-Holland. Heb je nog een vraag over de veiligheidsraad? Ja, hij mag niet... jij bent gepromoveerd hierop, dus dat is veel... jij kan veel ingewikkelde vragen stellen. Nou, probeer het gewoon even in simpele taal, Tom. Uit het vorige plaatje kan ik daaruit opmaken dat de overstromingskans van de primaire waterkering wordt opgeteld bij je overstromingsrisico? Nou, dat is precies wel een van de moeilijkere vragen nu, Tom, die je stelt. Zouden we niet doen. Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk allemaal verschillende... Kijk, het is een heel complex antwoord, wordt het, denk ik. Misschien is het... Maar dat zou misschien wel moeten. En je zou misschien zelfs moeten kijken voor dat leer. Of het groepsrisico. Is dat allemaal voor primair nu ingepikt? Of zou je daar regionaal ook een deeltje van moeten hebben? Dan wordt het wel heel fundamenteel van. En dan gaat het nog meer samenhangen. Maar dat is inderdaad wel een aandachtspunt. Maar dan hangt het ook heel erg samen met wat is dan welke gebeurtenis is er oorzaak geweest van deze vorm van wateroverlast. Want dat is bij riolering een heel andere neerslagsituatie dan hoogwater op een rivier. Dus daar zit misschien weer een escape. Maar het is wel een lastig vraagstuk. Ja. Nou, lastige vraag, ingewikkeld antwoord. En je weet nog niet waar je naartoe bent. Prima. Jij nog even een vraag? Ja. Lutine Boksoorn van DWZ. Ik heb een vraag over dat scherp. Dat regionale keringen scherp moeten worden getoetst. Maar dus robuust moeten worden ontworpen. Dat hoor ik bij de primaire keringen wel meer. Maar bij de regionale keringen zijn die grondlichamen vaak niet zo groot. En wat ik dan als zeg maar, risico zie, is dat je door dus robuust zeg maar, te gaan ontwerpen en een grote ingreep, dat je dan zelf je eigen probleem qua aandrijvend vermogen, dat wordt vergroot. Dus hoe zie jij dat? Nou, wat wij zien, kijk, zeker bij de regionale kering in het boezemstelsel, zie je dat eigenlijk het verschil in waterstand tussen de verschillende normen is bijna verwaarloosbaar. Het is na een tijdje maalstop. En dan neemt de waterstand niet meer zo heel veel toe. Of je nou eens in de 100 jaar norm hebt of ineens in de 1000 jaar norm. En dan is het tot nu toe qua normafhankelijkheid van de veiligheidsfactoren. Eigenlijk vooral de stabiliteit die dan iets meer. Maar juist bij zo'n klein dijkje is een paar kubieke meter klei in het dwarsprofiel. Geeft al een enorme verhoging van de stabiliteit. Dus daar is het vrij goedkoop te realiseren. Maar dat zijn het wel alleen maar de versterking. Als je dat in een heel slap gebied doet, zou natuurlijk je onderhoud weer toenemen. Want je bent wel... Dus dat zou naar dit soort berekeningen kunnen blijken naar wat je optimum is. Ja. Ja. Niels Minhoff, Heerenschap van Rijnland. Ik was even benieuwd. In een van de eerdere plaatjes zag volgens mij ook schade bovenstrooms aangewezen worden. Die zag ik later niet terug. Klopt dat? Of hebben we daar nu wel meer handvat voor? Nee, die hoort er bovenstrooms. Daarmee bedoel je gewoon buiten het overstromende gebied zelf, denk ik. Ja. Ja. Nee, dat hoort er wel bij, maar ik heb daar niet een strakke richtlijn voor van hoe reken je dat dan precies uit. Kijk, in de schadeberekeningen zit ook vaak wel indirecte kosten. Daar zit wel voor een deel, is dat dan buiten, maar dat zij wat nadrukkelijker moeten gaan meenemen. En die scheepvaartfunctie, die wordt lang niet standaard altijd meegenomen. Dus dat is meer dat wij de aandacht voor vragen, maar ik heb daar niet meteen een kostengetal bij. Er zijn af en toe locaties waar dat best wel significant kan zijn, zeker ten opzichte van relatief weinig schade in de polder. Ja. En dan zou het best eens kunnen helpen om daar betere handvatten voor te hebben, om de juiste keuzes te komen. Ja. Bij Wilnis waren het ook grote boven, buiten, langs de boezem zeg maar, van die huizen die van het fundament afkleden, ja. Dan eigenlijk het onoverstroomde gebied. Dus. Ja, ik weet van toevallig van een Rijkswaterstaatkanaal in Limburg, dat als die aan de Maaskant doorbreekt, is de schade minimaal, maar geen scheepvaart meer naar Maastricht is catastrofaal. Dus daar is die scheepvaartfunctie eigenlijk de belangrijkste reden om daar een hoge norm aan toe te geven. En dat heeft in het... Leuke onderzoeksvraag voor de toekomst. De allerlaatste vraag, daar. Joost van Ham, Nederlands Geurwans. Ik sloeg natuurlijk aan op de kwaliteit en de waarde van overstromingsinformatie. En je gaf aan het begin eigenlijk aan van, daar kun je ook een grof naar fijn benadering toepassen. En later gaf je wel weer heel veel voordelen van als je dat goed in beeld hebt, dat je die gevolgbeperkende maatregelen eigenlijk goed in beeld kan brengen. Ja. Die je waarschijnlijk met zo'n grove benadering niet... Ja. Ja, nou kijk, wat wij in een van de pilots zagen, dat op het moment dat je daar een hele hoge waterstand in het gebied zou projecteren, was er nog bijna geen schade. Of zat je gewoon in de laagste IPO-klasse, zeg ja, dan heeft het geen zin om te verfijnen of om naar slachtoffers te kijken of wat dan ook. Ben je eigenlijk gewoon meteen klaar.
En daar waar je, en bij een van de andere pijlers, dan zie je dat na een tijdje zelfs nog weer een hele andere woonwijk kan vollopen, dat het over een compartiment heen loopt, over een drempel. En dat zag ik ook in die plaatjes net van een van die pijlers. Ja, daar is het des te meer zaak dat je dat wel heel goed uitrekent. En daar moet je dan wel afstandsrekening maken. Ja. Ja. Het zal ook nog wel uitmaken weiland, hè? Want tot maart doet de boer er toch niks. Dus dan, ja, dan heb je ook geen schade, zeg maar. We huizen wel, dus dat maakt... Kijk, wat het spannender wordt, is juist omdat het van die kleine waterdieptes zijn. Een weglichaam ligt ietsjes hoger. Is dat waterkerend, ja of nee? Ga je dat dan meenemen in je norm? Ga je als beheerder dan ook vervolgens het weglichaam? Nou, dat is al vrij snel niet meer rendabel. Maar het zou wel kunnen helpen in het eerst hanteren van een scherpe afkeurgrens. Dan denk je, nou, ik ga er wel vanuit. Als ik ga versterken, wil ik al dat soort afhankelijkheden eruit hebben en ga ik naar die hogere norm toe. Henk, ga je afkappen? Ja.